Een boa constrictor in een glasbak. De hele binnenkant van de bek is een papje als het ware. Het ziet er gewoon vreselijk uit. Knuffelkat Cato in een kistje bij het grof vel, smerig van de eigen ontlasting. Ik zie nog wel wat viezigheid, maar vooral die pootjes zitten nog allemaal stukjes ontlasting erin. En bokje Tommy, die een aantal weken geleden werd aangetroffen in een boodschappentas in het Amsterdamse bos. Je kan het zo gek niet noemen of we hebben het binnen gehad in de afgelopen 6 weken. En daarom houdt de dierenambulance tegenwoordig zelf bij hoeveel gedumpte dieren ze binnenbrengen. Nu al 12 gevallen in de afgelopen 6 weken. En dan zeggen mensen, ja, misschien komt het door toename van de armoede in de stad of dat soort zaken. Maar ja, dan denk je, dat is toch ook niet in de afgelopen 3 maanden opeens zo enorm veranderd. Het sowieso gehavend laten worden van een dier of het dumpen van een dier. Dan onthoud je het van de zorg die een dier nodig heeft. Dat is gewoon echt een misdrijf. De Partij voor de Dieren pleit voor een centraal meldpunt om dierenmishandeling in de stad te melden. Momenteel komen de meldingen volgens hen op te veel verschillende plekken terecht. Je hebt al 144 Red een Dier, maar die mogen meldingen om privacyredenen niet delen met andere instanties. En daarom leefde bij ons de wens om er wat meer een database van te maken met terugkoppeling van 144. Nou, dat bleek vanwege privacyredenen niet mogelijk, helaas. Maar er wordt wel hard gewerkt aan nog meer samenwerking om nog meer informatie bij elkaar te krijgen. Dan zouden we ook veel sneller dit soort incidenten kunnen opsporen of kunnen voor zijn. Voel je niet beschaamd? Omdat je denkt van ja, weet je, ik ben die verantwoordelijkheid ooit aangegaan en het lukt niet meer, maar ik moet het toch doen. Zoek hulp. We kunnen gewoon een heleboel ondersteuning bieden. En dat is voor zowel de eigenaar als voor het dier gewoon een veel betere situatie.